Robert de Ruiter wacht met FC Lisse nog op de eerste overwinning van het seizoen. En zijn ploeg moet achteruit in de openingsfase tegen de treffers. De Bond met de vrije trap. Doelman Haggerty is kansloos. Het is 1-0 voor de treffers. Vrije trap. De fluwele linker van Nick de Bond. Die hier aanlegt voor een nieuwe vrije schop. En dan is het hoofd van Balkenstein. En is het 2-0 voor de treffers na 33 minuten. De ploeg uit Groesbeek won alleen de eerste competitiewedstrijd. Daarna niet meer. En krijgt hier aan het begin van de tweede helft de strafschop tegen. Roddy van der Putten blijft kalm namens FC Lisse. Dat terug is in de wedstrijd. Het is de eerste seizoenstreffer van Van der Putten. Op de kamp. In de ploeg gekomen bij de treffers vindt de Bond. En zo is die bij alle doelpunten van de treffers betrokken. Hij maakt er twee. En bij die andere levert hij de assist. Goed gedaan van de kamp. En de treffer van Nick de Bond. Het is zijn derde van het seizoen. Maar Lisse geeft niet op. Dit is Vermeulen. 10 minuten voor tijd. Met de nieuwe aansluitingstreffer. En de Ruiter moedigt zijn mannen nog maar eens aan. Want het kan nog voor geel-blauw. Bouwmeester in de ploeg gekomen. Vindt een andere invaller. Tarani. En dan is het 3-3. In de 87ste minuut. FC Lisse had 3 keer gescoord. Tot aan vandaag. En maakte nu 3-1 wedstrijd. En gaat het dan nog voor de overwinning? Dit is een aardige actie van Bouwmeester. Tarani en Fokkema raakt lucht. Wat als, we zullen het nooit weten. Het blijft 3-3 in Groesbeek.